Hij wil de eerste minder valide worden die zwemmend het IJsselmeer oversteekt. Vanochtend vroeg maakte Paralympiër Geert Schipper zich klaar voor zijn zwemtocht van Medemblik naar Stavoren. Schipper is momenteel aan het trainen voor de Spelen in Tokio en heeft vertrouwen in een goede afloop. Ik ben ervan overtuigd dat ik fysiek wel 21 kilometer moet kunnen zwemmen. Of het ook lukt zeg maar, in het buitenwater en eventueel met de weersomstandigheden die misschien nog roet in het eten kunnen gooien. Het water is gewoon fris. Dat is wel een van de redenen die wel heel zwaar meeweegt. Maar ik denk wel dat het moet lukken. Ik hoop met 6 uur zwemmen, actief doorzwemmen, hoop ik het te kunnen zijn. En het kan best zijn dat het toch door omstandigheden een pauze ingelast moet gaan worden, door wat voor reden dan ook. En dan kan het langer duren, maar tussen 2 en 3 hoop ik wel eens daarvoor aan te tikken.